Weet je wat mij zo graf ergert irriteert? Random crashes in race games. En dan heb ik het hier niet over een bluescreen of death of rode ringetjes bij je verlepte Xbox 360. Nee, ik heb het over zo'n typische situatie dat je in GTA lekker aan het rondcruisen bent en ineens flipt je auto alle kanten op. Je bent gecrashed, je gaat dood en het enige wat je denkt is, what the fuck was dat? Het is een fenomeen die ik noem het magische steentje. En dit komt heel veel voor bij open world games. Neem nou bijvoorbeeld Batman Arkham Knight. Met de Batmobile, echt lantaarnpalen gaan naar de kloten, stoepranden gaan naar de kloten. Maar dan is er net dat ene kleine rotje waar de Batmobile dan ineens niet doorheen kan rijden. Een mooi voorbeeld van het magische steentje, maar deze is er in allerlei soorten, vormen en maten. Je hebt hekjes, muurtjes en ook zelfs grassprieten. Ik vind het een merkwaardig mysterie, want hoe komt het nou dat dat magische steentje elke keer opduikt? Ik heb hem onder andere al tegengekomen in The Crew, Mad Max en ook in Assassin's Creed. Maar ja, je hebt natuurlijk geen auto's in Assassin's Creed, maar daar was het in de vorm van een paard. Dat paard dat durft overal te rijden, maar dan is er net dat ene kleine verhogingje waar dat paard ineens zijn been niet voor durft op te tillen. En ik kijk je nu diep in de ogen aan en ik zie het aan je. Ook jij bent het magische steentje tegengekomen. Maar waar? Laat het weten in de comments. En win eeuwige roem op het internet. Dat is 100% legit.